sees a grown up man, and now he feels safe. Persoonlijk een van de mooiste liedjes die van de afgelopen jaren zijn geschreven. Het is het nummer van The Common Lilies en het heet Still Loving After You.
nodig is voor je stem. Ja, er is iemand achter die zijn stem te doen. Doe maar nog een plaatje. Het volgende nummer is van een wat onbekendere zangeres, maar toch tevens weer heel bekend aan het worden in Amerika, Lizzy McAlpine. Zij mag ook het voorprogramma verzorgen bij de tour van John Mayer. En het volgende nummer van haar heet All My Ghosts. Soms dan zie je iemand lopen dat dus je denkt van nou die ziet zichzelf niet zoals die is. En op een goede manier. Dus je ziet in diegene van goh, wat een mooi persoon ben jij en hoe je bent, hoe je eruit ziet. En soms zie je dat zelf gewoon niet. Dan zit je helemaal in zak en as. En dan wil diegene gewoon bij me nemen en knuffelen of zo, weet je wel. Heeft iemand van jullie dat wel? Ze zegt van kom eens hier, je mag zijn zoals je bent. Hij is echt naar het onderin. Yeah.
Jullie hebben net al een liedje van de Carolines gehoord. En we gaan er nog één spelen. Dit is mijn Lovers and Liars. En wij vinden het allemaal een heel vet liedje. Echt een beetje country rock. We hebben geen drums, dus het is iets rustiger. Maar dat is wel mooi in deze situatie. Twee. Ja, ze gaan
met een farewell tour, de laatste keer. Dus je hebt nog één kans om ze te zien, dus wees vroeg bij je. Ik heb ze al 3 keer gezien, het is het allemaal waard. Do I care
vriend van mij die best wel een lastige periode achter de rug heeft gehad de afgelopen jaren. Want op een dag moet je opeens de keuze maken van hey, ik ben 20 jaar met deze persoon samen geweest, we hebben kinderen samen, maar op een gegeven moment werkt het niet meer, om welke reden dan ook. En dat je daarna die periode in moet en een soort van afscheid moet nemen, maar dat natuurlijk niet helemaal. Maar dat proces heb ik proberen te omschrijven in het volgende nummer. Het nummer heet Dearest Friend. Do you know the sound?
that sound somewhere before. Do you wonder if she knows you anymore? I wrapped your love around me like a chain. Yeah.
zijn we weer bij het laatste nummer. Dan is het echt zo. Maar geen toegang meer. Hier stopt het toch, hè? Voor nu, hè? Voor nu. Maar wat ik wel even wilde zeggen is, mochten jullie denken van, hey, die moderator die vond ik wel leuk, of je wil ons supporten, dan dat kan heel erg door ons te volgen op social media. Zometeen staan we achterin, daar waar het nu heel donker is, onze cd's en tassen te verkopen. Dus mocht je ons willen supporten, dan is dat altijd fijn. Of even kletsen mag ook. Precies, dat is ook wel leuk. Het laatste nummer dat we voor jullie gaan spelen heet Shadow Man. Yeah.